Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we een spel spelen op Roblox genaamd Find the Piggy. En het is echt gigantisch mega populair, want er zijn op dit moment duizenden mensen die dit spel spelen. En nou heb ik wel eens vaker van dit soort speurtochtspellen gespeeld. Dus wat is er nou zo bijzonder aan dit spel? I don't know. Dus ik ben er natuurlijk wel mega benieuwd naar. Alleen voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Wil jij bij de Like Squad horen? Dat is echt heel erg makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is deze video een dikke vette duim omhoog te geven. En dan hoor je bij de club. Welkom! Nou, ik heb ongelooflijk veel zin in het spel en ik ben er super mega benieuwd naar. Waarom is dit spel zo ongelooflijk donker? Ik vind het heel erg eng. Oeh, daar is Piggy! Wacht eventjes. Nee. Het spel is natuurlijk niet een Piggy en het gaat erom dat ik allemaal verschillende soorten Piggy's vind. Dus, kan ik deze pakken of is dat gewoon een speler? Dat is gewoon een speler. Nou jongens, we gaan op zoek naar verschillende piggies en die heten morphs. Dus als ik hier eventjes op klik, dan zie ik dat er 155 verschillende te vinden zijn. Jeetje, dat is lastig. We gaan gewoon kijken of we er in ieder geval eentje kunnen vinden. En ik zie hier al wat piggies. Zijn dit morphs of niet? Er staat childish piggy, get. Oké, dan moet ik op E drukken. Oh, ik heb hem gevonden. Yes, heel top. En dat zijn er gewoon twee naast elkaar. Dat is zo gaaf. En ik heb ook Penny. Oh, Penny vind ik echt heel erg schattig. Oh wel, als ze achter me aan zit in Piggy, niet zo schattig. Ik ga dan eventjes in het menu kijken. Oh, ik zie hier Penny en Challenge Piggy. Ah, kan ik dan op Morph klikken? Wat gebeurt er? Oké, ik heb er nu al zin in. Ik hoop dat we een paar hele leuke en grappige vinden. Oh, maar dit is wel echt gaaf. We zitten gewoon in het huis van Piggy. Dit is ook echt de layout. Maar tot nu toe hebben we nog geen andere Piggy's gevonden. We hebben er dus twee. Er is er vast wel eentje in de keuken, toch? Hier zo in een fruitschaal. Nee, helaas. Misschien hier in de koelkast. Nee, ook al niet. Het verbaast me echt enorm dat er niet meer te vinden is, jongens. Oké, we gaan gewoon naar boven. Misschien is er hier wat. Nou, door deze kamer. Oh, dit is de startkamer. Oh, dat is wel echt heel erg gaaf. Maar ik zie dus gewoon helemaal geen Piggy, jongens. Ah! Wacht, kan ik hurken nu dat ik Piggy ben? Hij ziet er echt heel erg grappig uit zo. Oké, en dan kan ik hier doorheen. Nee, dat lukt niet. Nou ja, zeg. Waarom zou ik dan kunnen hurken als Piggy? Dat slaat helemaal nergens op. Hoe moet ik mezelf gewoon weer resetten als mezelf? Dat wil ik eigenlijk wel. Misschien moet ik dan gewoon weer eventjes op deze resetknop drukken. Zo. Oh, yes. Yes. Oh, oké. Ik dacht dat ik misschien weer helemaal terug naar het begin zou moeten. Maar nee, op deze manier kan ik namelijk wel hurken en ergens doorheen. Oké, top. Maar je zou toch denken dat er hier gewoon meer Piggy's te vinden zouden zijn? Wacht eens eventjes. Animatronic Piggy. Ik ga eventjes pakken. Oh my goodness. Oh, maar die is echt heel erg creepy. Oké, we gaan eventjes door. Zit er misschien in deze dozen wat? Oké, dus we kunnen ook echt gewoon iets hebben in dozen. Zonder dat je weet dat er iets in zit. Omdat je dat gewoon niet ziet. Oké, we zijn weer terug in... Oh, de slaapkamer. Nee, hier was niks. Weet je wat? Ik ga gewoon naar buiten. Misschien is er in de tuin wel iets te vinden. Ja, tot nu toe nog niet zo heel erg veel. Jeetje zeg. Je zou denken dat er meer te vinden was daar. Maar ik zie nu deze hele buurt. En wow. Hij is echt gigantisch groot. Dus misschien is er nog veel meer te vinden hier. Kijk, dit bos dan. Ik herken het niet. Ik ben niet zo heel erg bekend met alle Piggy levels. Dus ik weet niet of ik dan echt alles herken. Oeh, ik zie hier een stukje waar ik op kan klimmen. Dit is een soort van mini obby. Ja. Oké, spring. Spring. En... Yes. Dan gaan we hier het dak oplopen. Wat zie ik daar? Ik zie daar een schoen. Oh, maar hoe moet ik daar komen? Dat ga ik toch never nooit halen als ik hier vanaf spring. Oh, wat is deze ring? Wat is... Huh? Angel Piggy? Oh, oké. Ik snap het. Het kan dus ook gewoon een item zijn wat ik moet pakken. En dan heb je uiteindelijk ook de morph. Wow, Angel Piggy. Morph. En hier ben ik. Oh, I love it. Ik vind deze echt heel erg tof. En super mooie kleuren. Waarom vind ik Piggy nou ineens zo erg leuk? Piggy moet heel eng zijn. Ik ga proberen helemaal daarop te springen. Wee! Ah, nee, ik heb het net niet gehaald. Oh, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar die animatronic Piggy. Oké, let's see. Morph. En... ik vind het echt heel creepy. Oké, nou dit is dan wel echt een enge Piggy. Eventjes weer gewoon mijn eigen karakter hoor erbij halen. Dat gaat wat makkelijker. Is dit raam open? Nee, verdorie. Ik dacht dat ik er doorheen was gesprongen. Maar helaas. Dit raam. Deze is vast al open, toch? Nee, ook al niet. Nou, ik wil die schoen hebben die daar staat, jongens. Hoe moet ik daar komen? Dan is dit raam vast wel open, toch? Nee! De schoen is zo dichtbij en zo ver weg tegelijkertijd. Misschien moet ik vanaf het dak... Oh, ik moet dat natuurlijk weer doen. Ja hoor. Ik moet dus ergens op dat dak komen en dan hier overheen. Oh my goodness. Nou, weet je wat? We geven even op. Misschien komen we daar ooit wel. Maar voor nu ga ik nog op zoek naar andere items. Ja. Wat is dit? Wat is dit? Een panda piggy? Een panda piggy?
Ik wist niet eens dat dat bestond. Oké, eventjes kijken. En... Oeh, hij is leuk, maar ook wel een beetje eng. Misschien is er nog iets op een andere verdieping dan. Oeh, we zijn op het dak. Yes! Dan weet ik precies waar we naartoe moeten. Kijk nou eens eventjes, jongens. Dit gaat me lukken. Ah, yes! Oh, Sonic Piggy. Die vind ik echt zo lelijk. Oké, ik wil meteen Sonic Piggy worden. Dit is zo gaaf. Je kan dus piggies vinden en dan kan je morfen tot die piggy. Ik vind het geniaal. Ik weet niet wie dit heeft bedacht, maar diegene is echt een genie. Kijk nou eens eventjes. Ik ben Sonic. Ik ga super snel. Woehoe! Tenminste, dat gevoel heb ik, maar ik weet niet of ik per se sneller ga. Oh, er is hier de alleyway. Is er ergens een item? Nee, nee, helaas. Wacht. Ik zag laatst een circus ergens hier zo in de verte. Oké, daar gaan we nu meteen naartoe. Het is zo leuk om in deze piggywereld te lopen. Echt geweldig. Ik weet nu waar alles is in relatie tot alle andere items. Dus dat geeft weer een heel ander perspectief. Ik vind het leuk. Oké, we zijn in de circus. Weet je wat? Ik wil wel weer eventjes gewoon mijn eigen karaktertje, want ze is wat kleiner. Dus dan vind ik het makkelijker om items te zien en zo. Er zit hier vast toch wel iets, toch? Oh ja, wat als je dit kan pakken? Verdorie. Nee, dat kan dus helemaal niet. Oh, je kan nu gewoon hier zo op. Oh, hallo. Wil je samen met mij hier zo in het reuzenrad? Of nou ja, het is eigenlijk meer een mini-rad, maar oké. Wow, ze gaat er ook letterlijk gewoon zo helemaal inspringen. Is er een item daarboven? Nee. Oké, nou dan ben ik... Oh my... Wow! En wat goed dat ik heb uitgezoomd, want kijk nou eens eventjes. Ik heb gewoon iets gevonden. Crazy Piggy. Oeh. Oh, die ogen zijn een beetje eng. Nou ja, die hoef ik niet te morfen voor, jongens. Dat maakt me niet zoveel uit. Oh, wauw. Dat is wel echt heel erg handig. Ik moet vaker uitzoomen. Oh, handboeien. Prisoner Piggy. Die is leuk. Oh, dan heb je gewoon zo'n stuk tv-pakje aan van jachtseizoen. Dat is wel grappig. Oké. Oh, dan ga ik in deze kooi. Oh. Ik zie een mes. En als ik die pak, hebben we Foxy. Kijk, hier in het cirkels. Wow, wat was dat? Cirkels? Nee, hier in het circus is het allemaal een stuk succesvoller. Oeh, er is vast wel iets bij de achtbaan, toch? Zou je denken? Ja, kijk, er is Georgie. Oh, maar Georgie vind ik echt heel erg leuk. Oké, ik ga morfen tot Georgie. Morf, tada! Hier ben ik dan. Oh, ik zie daar iets in de achtergrond, hoor. We gaan er even naartoe. Oh, dit is wel gaaf. Je kan gewoon op dit stukje gras lopen. Eindelijk! Oké, superleuk. Wat hebben we hier? Een flower. Flower Piggy. Ik wil ook een flower Piggy zijn. Tada! Dat is een aparte kop haar. Nou ja, het moeten bloemen voorstellen, maar ik vind het allemaal maar een beetje raar. Wat is dit? Transparent Piggy? Huh? Wat grappig! Dus er is iets dat doorzichtig is, maar je kan het wel oppakken met de E. Dus ik heb hem. Een geest? Dit is zo gaaf! Dat moet ik absoluut zien. Jongens, ik blijf maar morfen, maar het is zo leuk. Hier is die. Een legendary one. Oeh, ja. Maar die was inderdaad ook wel lastig om te vinden. Kijk mij. Oh my goodness. Oprecht. Dit is mijn favoriet. Ik vind deze echt super leuk. Maar het is wel moeilijk om mijn favoriet te kiezen. Want ze zijn allemaal zo leuk. Wat is dit? Dit is een balletje of zo. Nee, het was een paasei. Oké, nou dan heb ik dat gepakt. Ik zie daar een petje bovenop. Oké, ik ga gewoon eventjes pakken. Tadida. En boy piggy. Wow. Wat een knappe jongen. Morf. Grapje, hij is niet zo heel erg knap. Nou, we gaan weer eventjes de circus uit, want wat hebben we hier nog meer? Jeetje, het is wel echt een hele enge buurt waar Piggy woont hoor, jongens. Oh, wat is dit nou weer? Wie is dat? Is dat een persoon? Oké, ja, dat is een persoon. Dus ik kan helaas niet pakken... Oh, wacht eens even. Distorted Piggy. Oh, die is echt heel erg creepy. Ik wil die niet hoor. Maar goed, we hebben hem in ieder geval. Oeh, ja, ik zie hier ook een item. Oké. Is dat een marker? Dat is gewoon van een stiftenspel. Dat is te grappig. Oké, die moet ik absoluut en zeker eventjes zien. Dat is geniaal. Oh, maar dat vind ik wel echt heel erg leuk dat ze dat erin hebben verwerkt. Want dat is volgens mij het originele spel. Oh, hier is een klein geel lichtje. Wacht eens even. Wow! Een hele toffe paarse Thanos. Wow. Die ziet er wel echt heel erg tof uit. Ik zie daar nog wat items. Oh, maar daar kan ik niet komen. Daar kan ik niet bij komen, verdorie. Maar ik kan in ieder geval wel dit ei pakken. Ja, yes. Maar hoe kom ik dan op die? Gewoon om het hek heen lopen. Ja, natuurlijk. Oké. Het is een troll piggy. Oké, I like it. Even kijken hoor, jongens. Wow, je ziet hem bijna niet. Je ziet alleen maar het trollgezichtje en zijn hele enge ogen. Ik ga weer terug naar mezelf hoor, jongens. Oeh, hier heb ik een heel erg leuk en schattig huisje. We gaan eventjes kijken. Oh, wat is dit dan? Er steekt iets uit de heg. Yoda piggy. Oh, maar die vind ik leuk. Oké, ik wil meteen even morfen. Hallo. Oh, is het zo schattig. Ik vind de wangetjes alleen wel een beetje lelijk. Maar goed, we gaan door. Er is toch vast wel iets hier zo in het huisje, toch? Ik herken dit level helemaal niet. Scared Piggy. Ah, kijk dat gezichtje.
je dan? Dat is hilarisch. En dan hebben we hier nog een item. Huggy Piggy. Net zoals Huggy Wuggy. Het lijkt ontzettend veel op Huggy Wuggy. Ah, ja, die mond. Oh my wow. Waarom heeft hij zo ongelooflijk veel tanden, jongens? Ik wil niks met deze te maken hebben. Laten we snel een andere vinden, zodat we kunnen morfen. Wacht, ik zie daar nog iets anders. Wat is dit dan? Het is een soort van staartje of zo. Alien Piggy. Yes! Ik ben even helemaal geobsedeerd met aliens. Dus geef mij deze maar. Ja, I love it. Wat is dit dan? Het steekt hier zo uit het boom. Hè? Een oehoe piggy. Oeh, maar dat is heel schattig. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het punt van oehoe. Nou, ik ga meteen eventjes morfen. Wow, wat is er gebeurd hier zo? Wat voor piggy is dat? Oh, dat is zo gaaf. Ik wil ook zo eentje. Oké, okay, nou ja, helaas. Die hebben we nog niet gevonden. Maar hier zo in het bos zijn er zo ongelooflijk veel pandy. Oeh, die is wel heel erg schattig. Het is heel erg fijn om weer uit het bos te gaan. Het bos was natuurlijk leuk. Er was ontzettend veel te vinden. Maar tegelijkertijd was hij ook wel heel donker. Laten we gewoon eventjes naar dit restaurant gaan. Oh, wacht even. Ik zie hier wel wat. Ja, 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 ja. Het is Mommy Longlegs Piggy. Oh, maar die vind ik leuk. Wow, maar dat ziet er niet eens uit als een piggy. Wacht eens even. Hier is ze. Tada. Oeh. Maar ze is wel echt heel erg gaaf. Oké, okay, I like it. En kan je dan... Nee, je kan niet de vriezer in. Oké, okay, dat is jammer. Maar we kunnen wel hier deze alley in. Oh ja, hier raak ik altijd in verdwaald. Wat hebben we hier? Oh, er is een vuilnis. Nee, er is helemaal geen vuilnis, Piggy. Jammer. Ik vind het echt super moeilijk om dingen hier zo in deze gebouwen te vinden. In het bos is het een stuk makkelijker. Maar misschien zijn er nog wel items hier zo buiten. Ergens dingen die uit de muren steken of zo. Oh jeetje, ik raak helemaal verdwaald. Ik raak altijd verdwaald hier. Oh, hoe komt hij daar op het dak? Wacht even. Ja, ik ben er ook. Yay! Is er hier iets misschien? Ik ga er gewoon eventjes helemaal omhoog. Oh, wacht eens even. Ik zie daar iets. Ik zie daar iets. Een soort van verrekijker. Kan ik daar dan omhoog? Ik ben net niet bekend genoeg met het level om te weten waar de trappen zijn, jongens. Ah, jammer. Ik ben helemaal verdwaald. Oké, ik snap er helemaal niks meer van. Weet je wat? We gaan gewoon lekker eventjes door. Misschien kunnen we iets anders vinden. Alhoewel, het loopt een beetje dood daar. Oeh, wat is dit? Wat is dit? Een Daisy. Oh, die is schattig. Maar die ga ik niet morfen, want hij is ook wel een beetje lelijk. Goed, we zijn weer gewoon in een fijne bewoonde wereld. Alhoewel, fijn. Piggywereld. Niet zo heel erg fijn. En dan gaan we hier naar binnen. Yes! Oh, en dat is het winkelcentrum. Dit is mijn favoriete level. Oké, ik ga weer gewoon eventjes mezelf zijn, want ik vind haar veel te groot. Oeh, wat is dit? Kijk, ik zie meteen al iets. Het is Bacon Piggy. Oké, dus dat is gewoon zo'n standaard Roblox poppetje. Die heet altijd de Bacon, maar dit keer is het in piggy vorm. Wat is dit? Oeh, er is een code, maar ja, daar hebben we nu niks aan. Oh, wacht. Een Gar Piggy? Wow, die is van Squid Game. Die is ook wel echt heel erg gaaf. Hoeveel piggies hebben we nu? 27 al. Dat gaat wel echt heel snel. Oké, ik ga hier omhoog. En dan hebben we vast hier op de bovenverdieping wel iets. Oeh, deze speler die is gevallen hier zo. Ik snap het ook niet helemaal. Maar ik vraag me af of er dan misschien wel iets is hier zo in dit gedeelte. Vast wel, toch? Ja, 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 ja. Kijk eens eventjes. Wat hebben we hier? Het is een ei. Oh nee, dat is helemaal geen ei. Het is een sus piggy. Oh, van de Magus. Wow! Oké, okay, dat is een nieuwe favoriet. Die moeten we er weer eventjes bij halen hoor, jongens. Hada! Alleen hij moet eigenlijk wel bruin zijn, want dat is natuurlijk mijn kleur. Rood is echt een lelijke kleur. Oh, wat hebben we hier? Het is een buff piggy. Eentje die echt heel erg sterk is. Super veel spierballen. Net zoals ik. Ha, ha, ha. Even kijken. Wat hebben we hier? Een arcade. Oh, ja, 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 ja. Gaming piggy. Dat is leuk. Dat ben ik. Ik ben natuurlijk aan het gamen. Kijk mij. Ik heb alleen geen koptelefoon op, hè. Maar goed, het maakt niet uit. Ergens in de keuken is er vast wel iets. Oh, is dit een kokpiggy? Het is een kitty. Ja, met een kokhoedje. Oké, okay, hartstikke leuk. Die kunnen we ook nog eventjes morfen. Oeh, deze is common. Maar er zijn trouwens wel echt heel erg veel piggies die ik nog niet heb gehad. Wat dat betreft vind ik dit spel wel echt heel leuk. Oh, kijk haar leuke, schattige outfit. Oeh, ik vind haar echt heel tof. Maar het spel zit super goed in elkaar, want er is zo ongelooflijk veel te vinden. Dus I love it. Oké, okay, is er nog meer in deze bewoonde wereld te vinden? Hier zo in de straat? Vast wel, toch? Oh ja, hier waren we net nog. Oh, daar loopt een mummy piggy. Dat is ook gaaf. Waar zou je dat in vredesnaam kunnen vinden? Oeh, ik zie hier anders wel een heel erg tof en leuk huisje. Dus hier is... vast wel iets. Toch, toch, toch? Ik ga erdoor. Ja, yes, het is me gelukt. Het is een ziekenhuisbedje. Barry? Oh, het is een dokter piggy. Maar dat is toch wel een goede piggy, zou je denken. Wacht eens, even. Is er hier nog iets? Het is een paasei. Yay! Happy Pasen! Ik vind het nog best wel knap. We hebben 6 van de 10 paaseieren gevonden. En hier is een brein. Er ligt gewoon random een brein ergens op het gras. Gatsidari. Maar dat is dus uiteindelijk een zombie piggy. Ja, nou voel ik me wel echt gewoon alsof ik hier zo pas. Een soort van zombie die zo
Edward door het bos heen loopt. Super eng. En wat is dit? Is dit een school? I love it. Wacht, hoe kunnen we de school in? Oh ja, we kunnen zo de school door. Ik ben redelijk bekend met de school. Ik heb het een paar keer gehaald in Piggy. Oh, kijk. Ik zie daar iets onder het bureau. Maar hoe kom ik daar dan? Moet weer eventjes mezelf worden. En als ik nou buk... Yes, I got it. Een mousie. Oh, die vind ik echt heel erg schattig. Oké, we lopen hier op de tweede verdieping. En ik zie heel veel leuke kleurrijke dingen. Maar niks dat we op kunnen pakken. Wat is dit nou? Daar hebben we toch helemaal niks aan, jongens. Is er een computer, Piggy? Of hier, dit papiertje? Nee, dat kunnen we ook niet pakken. Verdorie. Ik vind het zo knap. Hoe hebben ze al deze levels nagemaakt? Ja, tenzij het natuurlijk van dezelfde makers is als Piggy. Het gaat mij in ieder geval om dat ik genoeg Piggy's krijg. Oh, ik zie daar... Wacht even. Is dat een stoel? Een stoel, Piggy? Maar ik zie daar ook een maantje. Kunnen we die pakken? Moon Piggy. Wow! We gaan even hier naar buiten. En hier is die dan. Ta-da! Wow. Dit is wel echt heel erg leuk. Hij geeft helemaal licht, net zoals de maan. Nou, die reflecteert eigenlijk licht. Maar goed, je snapt het. Ergens in het basketbalveld is er toch ook wel een Piggy. Ja. Kijk nou eens eventjes. Het is een angry Piggy. Dat is echt een heel erg lelijk gezicht. Hij heeft niet eens een Piggy neusje. Hier is de klaslokaal. Zit er misschien iets in het kluisje? No. Even kijken. Hier zo bij het bord. Een lineaal. We hebben een teacher Piggy. Oh. Nou, je kan echt flinke roleplay spelen. Want je hebt een dokter, een leraar, een zombie, Yoda. Dat is wel grappig eigenlijk. Als je echt zo'n heel Piggy verhaal wil doen. Oh, hier is de uitgang van Piggy. Dus als je het wint, kijk, dan heb je al dat water en zo. Dan zou je toch denken dat ze hier misschien ook wel iets hebben verstopt. Venom Piggy. Ah, oeh, die ziet er echt heel erg eng uit. Een soort van Spider-Man of zo. En is er dan iets hier zo in het andere kamertje? Ja? Nee? We gaan er nog eventjes op uit. Ik ben echt heel erg benieuwd. Piggy. Misschien zit er hier wel iets. Zou het kunnen? Een vuurpiggy? Oké, ik klik erop en... Girl, we got it! Oh, maar deze vind ik echt heel erg tof. Oké, ik ga eventjes morfen tot aan de laatste Piggy die we hebben gevonden. Kijk nou eens eventjes. Oh, hij is geweldig. Hij geeft ook echt licht. Een beetje net zoals die maand Piggy. Wauw. We hebben dus in totaal gewoon 40 Piggy morphs gevonden. Er zijn nog een heleboel meer. Maar ik ben super trots dat dit is gelukt. En ik vind het een geweldig spel. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je nog helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te antwoorden. En die is... Welke van deze Piggy Morphs was jouw favoriet? Ik vond het echt heel erg lastig om te kiezen. Maar ik ben vooral benieuwd naar de jouwe. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!